Daan Klomp, ik denk dat we wel mogen zeggen gefeliciteerd. Je hebt je eerste contract bij NAC mogen tekenen. Zeker, dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb hier natuurlijk door mijn vierde jaar bij NAC. Ik heb hier nu 3 jaar keihard voor gewerkt. En, mooi dat je dan zo beloond mag worden. Ja, want je komt over van JVOZ. Je bent een Zeeuw. Kun je eens uitleggen hoe je bij NAC beland bent en hoe tot op dit punt gekomen bent? Ja, hiervoor heb ik, dat ik bij NAC heb gevoetbald, heb ik 5 jaar BVZ gespeeld. Heb daar vanaf de D2 tot aan de B1 heb ik daar de opleiding mogen doorlopen. Daarna op stage gekomen naar NAC. Heb daar een vijftal trainingen meegedaan. En het was uiteindelijk genoeg om de overstap te maken. Vorig jaar mocht je al meedoen in de voorbereiding. Toen dan maakte je ook indruk. Dit jaar kreeg je een tweede kans tijdens de voorbereiding. Maak je weer indruk. Dat is nu uitgemond in een contract. Ja. Kun je eens zeggen wat de trainers de afgelopen weken met jou besproken en gezegd hebben? Gewoon mijn ding blijven doen. Ze spreken veel vertrouwen uit. Dus daar ben je hartstikke blij mee. Ja, daar put je zelf ook alleen maar meer vertrouwen uit. Zeg maar. Wat zijn nou jouw doelen voor de komende 3 jaar? Speelminuten maken met name, ja. Dat denk ik dat het beste is voor mijn ontwikkeling. Of het reëel is om nu al in de Eredivisie te spelen, dat weet ik niet. Daar ga ik in ieder geval keihard voor werken. De overstap van onder 19 naar de Eredivisie is natuurlijk wel een grote. Maar we gaan er alles aan doen om zo klein mogelijk te maken.